De toegevoegde waarde van niet stapelen maar vervangen is dat wij als culturele instelling beter aansluiten bij de vraag van het onderwijs. Als ik kijk naar de lessen learned, dan is het zo dat de scholen die nu nieuw instappen, daar zijn veel minder woorden voor nodig om hen duidelijk te maken waar het allemaal om te doen is. Doordat ze naar de website kijken, zien ze direct van, hey, ik klik op een les en ik zie daar tegenover komen de voorbeelden uit de stad tevoorschijn. En als ze dat zien, weten ze ook gelijk van, nou, dit kunnen we beter pakken, kunnen we nu mee aan de gang. En dat was voor die tijd, hadden we daar heel veel woorden voor nodig. Op dit moment zijn we aan het werk samen met culturele instellingen uit Den Bosch om lespakketten te maken waar leerkrachten zelf mee aan de slag kunnen. Die lespakketten zijn ontwikkeld vanuit de expertise van de culturele aanbieder. En het is eigenlijk een test om te kijken van, hey, is dit nu een manier om niet stapelen maar vervangen concreet in de praktijk uit te voeren. En hebben de scholen die betrokken zijn ook echt gevraagd, laat jullie onderwijsmethode nou eens zien. Dan kunnen we dat eens naast elkaar leggen. Wat hebben wij in de zaal en welke onderwerpen worden behandeld, welke verhalen worden verteld en welke worden in die lesmethode behandeld. En op die manier kunnen wij dan ook daar rekening mee houden dat er voldoende te zien is wat ook in die onderwijsmethodes terugkomt. En dan gaan we natuurlijk ook evalueren met de scholen van, hey, vervangt het echt en stapelt het niet? Of stapelt het misschien toch en hoe kunnen we dat dan aanpassen? Het grootste leerpunt is toch wel de lange adem. Dat het eigenlijk heel simpel lijkt als je het op papier ziet. Maar dat 100% vervangen, dat is soms heel makkelijk en soms wat ingewikkelder. En dan het vertrouwen hebben dat je daar wel komt en dat het dan echt een concreet product wordt waarvan de school zegt, ja, hier ben ik heel content mee en daarmee laat ik dit boek nu in de kast liggen.